We lopen hier aan de rand van het bos waar de Rainbow Division, de 42e divisie, binnen moest. En je moet je voorstellen, dat is daar één groot loopgravenstelsel. En voor die loopgraven ligt, wat je hier nog ziet, meters aan prikkeldraad. En je moet je voorstellen dat die jongens door het open veld heen hier die bosrand in komen. En vervolgens komen ze tot ontdekking dat er hier 5, 6, 7 meter alleen maar prikkeldraadveld is. Dan pas kunnen ze gaan vechten om die loopgraaf binnen te stappen. Die loopgraaf die zien we zo direct ietsje verder. Maar ja, je kunt je voorstellen wat voor vijand dit is voor die soldaat, dat prikkeldraad. Kom hier maar eens doorheen. En hier zie je duidelijk opdoemen. Die hele mooie zigzag van de criminele stelling deel van die Hindenburglinie. Ik denk bijna nog op originele diepte. Er zal 10, 15 centimeter bovenop te komen zijn. Ja, en hier liggen dus die Duitsers in afwachting van de 42e divisie die uit die open velden, die bosrand binnenkomt, alleen maar machinegeweerposten. Dus je kunt je voorstellen wat een eigenlijk onneembare positie dit is. Het is dat die Amerikanen met zoveel mannen aankomen dat ze dit lukt. Maar dit zijn van zulke strong points dat het heeft zoveel slachtoffers gekost. Gewoon ja, open veld en die mitrailleurs hoeven hier alleen maar te wachten en te maaien. Ja, hier zie je dus heel duidelijk de view die de jongens hadden, die Duitsers die hier wachten. Je hoeft alleen maar te wachten tot die Amerikanen uit de trenches komen, uit die bosranden komen. En dan is het, wat ik net al zei, een kwestie van afmaaien met die mitrailleurs. Want het is één groot open veld. En die jongens komen uit die bosrand daar, komen ze met een paar duizend deze kant op gelopen.